Ik reis door het hele land om op zoek te gaan naar een echte fan-fan. Ik kom overal, van noord naar zuid, van oost naar west en zelfs ook in het centrum. Grote steden, kleine steden, het maakt me allemaal niet uit. Vandaag ben ik op zoek naar een echte fan-fan en ik ben in Gouda. Bent u geen fan van mij? Geen fan van mij? Nee, je weet niet wie ik ben? Nee, oei, oei, oei. Sorry. Oh, wie hebben we daar? Hallo, hoe heet jij? Nouri. Nouri, wat een mooie naam. Bedankt. Ben jij fan-fan? Ja. Maar echt fan-fan? Ja. Dan ga jij vandaag met mij chillen, bro. Ken je dit? Ja. Wat is dit dan? Hoe heet het? Chillen met Touzani. Ga je vandaag chillen met Touzani? Ja. We hebben hem gewoon, gelijk. Wat? Boom. Ik was wanhopig op zoek naar een fan. Gelukkig ben ik jou tegengekomen. We gaan wel eerst even toestemming vragen of het mag, hè? Ja. Ik moet vragen of ik op beeld mag. Hallo, hallo mama. Goeiedag. Ja, hallo. Hallo. U spreekt met Soufiane Touzani. Kent u mij? Ja, zeker. Van de voetballer. Juist, juist. Nouri, Nouri, Nouri. Ja. Heb je er zin in? Ja. Echt zo'n domme vraag is dat, hè? Een domme vraag, hè? Ja. Je heet dus Nouri? Ja. Dat is echt een bijzonder. Net de voetballer. Ja. Hoe oud ben je? Ik ben bijna 11, 10. En je kwam net van school? Ja. Welke groep zit je? Groep 7. Groep 7. Oeh, dus volgend jaar ben jij de grootste van de school? Ja. En hoe gaat het op school? Gaat wel goed. Heb je als CITO-toets gehad of zo? Of is dat niet in groep 7? Jawel, maar we krijgen ook nog de entree-toets. Okay. En hoe ging het met de CITO? Niet te slecht, niet te goed. Ah. Middelmatig. Middelmatig? Ja. Gewoon normaal bedoel je? Ja. Middelmatig klinkt een beetje minder. Gewoon normaal. Ja, gewoon normaal. En hoe is het met voetbal? Ik zit niet op voetbal. Zit je niet op voetbal? Maar je bent wel fan van mij? Ja. Elke voetbalclub, hij is transfervrij. Maar waarom zit je niet op een club? Nee, ik zit op hockey. Oh, jij wil leren stofzuigen. Ja. Toch, met dat stick, dat is die houding, ja. Zeg maar. Ah, voetbal, ik heb vroeger wel op voetbal gezeten. Ja. En ik zat ook nog op hockey. Ja. En ik moest dus kiezen tussen of voetbal of hockey. Maar ja. Voetbal waren niet echt, ik had daar niet echt vrienden op. Mm-hmm. Ik werd meer een beetje, ja. En hockey, daar zaten allemaal klasgenoten voor mij op. Ik wou zeggen, ik werd daar meer een beetje? Ja, een beetje gekwetst en zo. Werd je gekwetst? Nee, ja, soms. Het was soms wel zo irritant. Okay, dus, irritante jongens. En je wil gewoon dat het leuk wordt? Ja, ja, hockey, daar zitten meer van mijn vrienden op en zo. Ja. En uit mijn klas, dus toen heb ik daarvoor gekozen. Maar het is wel dat je uiteindelijk wel niks aantrekt, toch? Wat mensen van je vinden? Ja. Of vind je dat op zich wel moeilijk? Soms wel, soms niet, zeg maar. Ik bedoel, op school. Maar maakt niet echt uit. Ja, wel trots zijn op jezelf, hè? Ja, toen ik, tuurlijk. Zeg maar, toen ik jouw leeftijd had, en eigenlijk iets ouder, ik had toen ook wel een grote neus. Ik heb een hele scheve rug. Ik heb een luie oog. Ik heb een pepernootnavel. Weet je wel, zo'n navel die waar echt zo'n soort van pepernootachtig eruit ziet? Ja. En ik was heel onzeker dat. Ik had hele grote puisten ook. Ik had een bril. Ja, die had ik niet altijd op. Maar ik vond het heel belangrijk hoe ik eruit zag en wat mensen van mij vonden. En daarom maak ik nu eigenlijk heel veel grapjes over mijn neus. En dat ik eigenlijk zoiets heb van, je moet zelfspot hebben, weet je. En je moet ook kunnen lachen om jezelf, ja. Als je iets grappigs vindt. En voor de rest wat mensen ervan vinden, boeien. Ja. Doe eens even zo. Boeien. Boeien. Ja, boeien. We gaan golfen, bro. Ja. Broodje, want je bent nog klein. Ja. Broodje. Ja, die kant daar. Oh, die is zo scherp, man. Dus jij houdt van hockey? Ja. Houdt hockey ook van jou? Ik hoop het. Oh, jammer zeg. Weet je wat ik wil doen? Ja, pannen. En? Dat is niet gelukt? Nee. Maar nu wel. En nog een keer. Oh, je hebt alvast twee panna's gekregen, bro. Ja. Even naar die kant, kom. Oh, we moeten hierheen. Ja. Je bent weer geflasht. Zo, je moet wel opletten, hè? Ja. Kijk hier, weer panna. Jongen, jongen, jongen. Panna, 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 panna. Dat kan toch niet? Steen, papier, schaar. Wie mag beginnen? Oké. Okay.
Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Zeg het maar. Jij begint. Oké, dankjewel. Ik begin en ik win. Dit is trouwens niet eerlijk, hè? Met hockey doe je ook dit soort dingetjes. Ja, oké. Ja. Mijn tweede poging. Nou, het kan ook zijn dat hij in het water valt, hè? Ja, maar daarom heb ik hem niet hard gedaan. Ah! Dat is nummertje 3. En dan nummertje 4. Moet wel. Wauw, nummertje 4. Ja. Sessa. Als ik deze mis, ga ik op blote voeten verder. Wow. Hoeveel was het? Nummer 5. Weet ik niet. Ja, 5e poging. Ja. Wow, 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 wow. Hé, hey, je maakt geen grappen, hè? Nee. Kom maar, nummertje 2. Oh, net erlangs. Nummertje 3. Dit gaat fout, hoor, Noori. Ja. Yeah. Nummertje 4. Ja, ja, dat is nummertje 5. Het is al gedaan, bro. 6. En 7. Ai, ai, ai. De eerste ronde is voor de one and only Tsukie Tuzani. Steen, papier, schaar. Wie er mag beginnen? Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Oké. Nou ja, net mocht ik beginnen, had ik gewonnen. Ik ga gewoon weer beginnen. Oké. Soef begint en wint. Ja, hij ging er gewoon doorheen. Oh. Jouw beurt. Als jij hem in 3 keer hebt, dan mag jij deze challenge hebben. Woe! Dat is een hele goeie. Nou, focussen. Niet te snel. Oh, hij doet het in 3 keer. Hij wou nog een keer raken. Hè? Goed dat je het niet hebt gedaan. En ik zei, als je hem ook in 3 keer hebt, is deze challenge voor jou. Ja. Dat betekent dat we nu naar de alles beslissende finale gaan. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Zeg het maar. Ik begin. Jij begint. Nummertje 3. Jij hebt ook geen tactiek, hè? Je doet gewoon maar wat. Ik doe gewoon wat ik ben. 4. 5. Oh! Maar mag ik niet met mijn voeten? 1 keer. 1 keer? Ja. Oké. Okay. Ja, ja. Oeh, als die harder was. Ja, dan was die, had je hem in 2 kunnen doen. Kan hij nog steeds? Ik ga gewoon no-look doen. Ik kijk gewoon de camera in en hij gaat erin. Kijk, jij denkt, jij bent kleiner dan mij, dat ik zeg maar genade met jou heb. Geen genade, bro. Hey, wat zou jij heel graag willen worden? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik wil ook een beetje meer in de techniek werken, zeg maar. Oh, oké. Ja. Dus je wil apps bouwen of zo? Of, ja, bijvoorbeeld. Welke app gebruik je nou het meest? YouTube. Heb je ook Instagram? Ja. Ja. Wil je niet even op je social media laten zien dat we samen zijn? Ja. Ja, dat wil je wel. Ja. Hé, ik ben samen met Toen. Za. Nee. En we gaan vandaag lekker chillen. Ja, man. Chillen, dus chillen, chillen. Wie er wil komen, 4 uur in Gouda op het Stadsplein. Later. We hier in Nippo. Ik denk dat we wel weten waar we naartoe gaan. Waar gaan we naartoe? Duizend. Oh, je hebt natuurlijk vaker chillen met Tuzani gezien, dus jij weet precies wat we gaan doen. Ja. Wat gaan we doen dan? Pakje uitzoeken. Nou, dat heb je toch helemaal verkeerd.
Oh. Want het is niet een pakje. Het zijn er twee. Ik zal even de dak open doen. Dan kan je uit je dak gaan. Het is koud. Je hebt gelijk. Daar gaan we naartoe. Wat is wel een grote zaak dit, hè? Ja, XL. En daar is ook eentje. Waar heb je je verse pakken staan? Boven. Boven. Ik loop met u mee naar boven. Oké, je zegt u. Ja, je bent lief, man. Ja, ik dacht aan die Barcelona. Die gele, ja? Is dat eentje die je gelijk denkt? Oh, hey, ja. 152, Barcelona, shit. Wil je daar de broek bij? Zeker. Ja, pak toch? Ja. Nou, je hebt een mooi shirt. Ja. Je hebt een mooie pak. Ja. Doen we daar schoenen bij? Oh, ja. Zoek maar uit, man. Patas, helemaal naar jouw keuze. Onze nieuwe sterspeler van PSG/FC Barcelona is klaar. Tarang. Oh. Ja. Wat zeg je? Magnifiek. Hey, dat is echt een prachtig woord. Magnifiek. Ja. Hoog bezoek. Maar ik denk een beetje weer netjes maken. Dat jij het er helemaal als een mannetje uitziet vandaag. En dat is de bedoeling natuurlijk. Ja. We gaan gelijk beginnen. Yes. Let's go. Hey. Wat vind je ervan? Mooi. Ja, hè? Beetje hetzelfde. Beetje hetzelfde, maar dan een stukje korter. Jij was echt hyped. Je was de hele tijd in je telefoon. Je kon niet wachten om mij voor te stellen aan al jouw vrienden. Maar ik wil ze helemaal niet leren kennen. Ik wil ze gewoon alleen maar een panna geven. Zeg maar, wie verdient nou echt een panna? Kom eens hier. Oké. Maar we gaan wel wat afspreken. Als jij een panna krijgt... Wat moet hij? Moet hij geen gek dansje doen of zo? Ja, dan moet hij gaan zingen. Dan moet hij Dance Monkey zingen. Oké, weet je wat? Je mag daar gaan staan. Ja, sta maar. Oeh, scherp. Oké, kom maar. Hoppa. Huts. Ja, oh. Ga niet denken met je. Oh, pak dan. Ja. Alsjeblieft. En we gaan wel. Hij is de leadzanger en wij gaan meezingen, oké? You know you stopped me dead and I was passing by. And I beg to see you dance just one more time. Ooh, sip you, having time. Ja, is genoeg. Applaus voor deze man. Jawel. Heb jij ook trek? Ja. Ja, toch? Heb je geen trek? Jawel. We gaan naar een hele bijzondere plek. Ja. Eten dat gemaakt wordt door bijzondere mensen. We zijn bij Brownies en Downies. Hallo. Ben jij Jasmee? Ja, ik ben Jasmee. Ja, dit is een bijzondere plek. Ja. Wat doen jullie hier? Wij gaan altijd heel veel dingen leren en dingen maken. Ja, van de keuken en de bar en ik sta boven en heel veel begeleiders en collega's van elkaar. Door een goed team staan wij en dus we hebben goed de best gedaan. Heb jij dat goed uitgelegd? Ik ben trots op jou. Ik wel. Ja, nu moet het ook nog gaan smaken. Ja. Zo. Jij mag beginnen. Dat was wel lekker, hè? Ja, was echt lekker. Ja. Er zijn allemaal mensen hieromheen. Ik vraag om iedereen even een heel hard applaus. Kom op.
Esme, mijn complimenten aan jouw hele team. Wow, wow, wow. Ja, er moet een verschil zijn, hè? Pannenkoeken en gegrilde groenten. Wijsheid komt met de jaren. Ik heb de hele dag met jou gechilled. Maar het is de tijd van komen, het is de tijd van gaan. Mijn tijd van gaan is gekomen. Maar we gaan wel eerst even bij jou thuis afsluiten. Hey, je hebt twee broertjes. Ik zie Sammy en Rida. Die had ik nog niet gezien. Hey, Rida, kom eens. Kijk eens. Deze is voor jou en voor Sammy. Die mogen jullie hebben. Alsjeblieft. Zo. Hij gaat gelijk. Hey, zullen we even bij jouw kamer afsluiten? Ja. Ja, goed idee. Ik vond het super chill met jou. Maar ik wil nog wel een paar dingen tegen je zeggen om het echt af te sluiten. Dat is 1. De bal is dus voor Sammy en voor Rida. Ja. 2. Je mag een keer langskomen bij Touzani School. En 3. Namens ING Only Voetbal mag jij met een paar belangrijke mensen om je heen naar de wedstrijd van het Nederlands elftal. Dat is sick. Ja. Dat wordt leuk. Het was gewoon een dag. Ik ging naar school. Ik was 11:15 uit. En ik ging naar huis. En toen zag ik Touzani. En toen ging ik naar hem toe. Echt zo. En toen vroeg hij aan mij, ben je een fan? Toen zei ik ja, ik heet Noorie. En toen mocht ik mee. Dat was gewoon niet normaal. Ging je eerst golfen. Dat was ook superleuk. En daarna gingen we naar Sport 2000. En toen heb ik dit gekregen. En daarna zijn we naar de kapper geweest. We zijn daarna met mijn vrienden op de foto geweest en zo. Heel leuk. En daarna zijn we naar Brands & Downs geweest. En hebben we heel lekker gegeten. En het was superleuk. Ik vond het ook superleuk. Vond jij het nou leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer, anders ben je geen echte voetballer meer. En zoals ik altijd zeg, heb je geen internet, geen probleem. Vraag wifi-code van je buurman. En het komt helemaal goed. En ga alle playlists, alle video's langs. Ciao.